Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik mijn ponykamp buiten dit verhaal vertellen. En dat zijn niet hele leuke verhalen op zich, maar het is goed afgelopen dus. Nou, veel plezier met kijken. Nou, het gaat natuurlijk allemaal om deze doerak. Genaamd Dora. Het is een Andalusiër van rond de 12 jaar. In deze video laat ik trouwens ook beelden zien van ponykamp die nog nooit vertoond zijn. Dus nog nooit vertoonde beelden van ponykamp. Maar die komen aan het einde van de video. Dus eerst ga ik het even vertellen. Dora is een super lief paard. En is niet de makkelijkste. Let trouwens niet op de rotzooi hier achter. Maar het is allemaal... Denk het even uit. Ik liet mijn glas bijna vallen. Nou, Dora is natuurlijk een heel lief paard in stal. Ik weet niet of ik dat bij ponykamp verhaal verteld had, maar in ieder geval, het is een heel lief paard in stal. Ze is heel rustig en ja, tijdens het rijden is ze alleen heel anders. Ze is best druk, ze rijdt met elastieken omdat ze anders gewoon niet fijn rijdt. Ik heb één keer met haar zonder elastieken gereden tijdens het springen en dat reed serieus echt niet fijn. Dus ik heb voor de rest altijd gewoon met elastieken bij haar gereden. En Dora die maakt hele kleine pasjes. En heel snel hele kleine pasjes. En daar kan ze echt heel snel mee gaan. En tijdens de buitenrit, ik begin even met het bosrit. Was ze dus ook heel voorwaarts, vond het heel leuk, heel enthousiast was ze. Maar soms werd ze iets te enthousiast. Bijvoorbeeld in de galop. Als we gewoon normaal gingen galopperen, nog ineens een rijgalop of zo, dan was er een moment dat we zo in een rijtje stonden, gewoon achter elkaar, we waren lekker aan het galopperen op een rechtstuk, een beetje omhoog volgens mij. En Dora die vond het te leuk en die gaat in een rijgalop zo voorbij de andere. En er stond een boom. Zo'n boom met zo'n laag hangende dikke tak, het was echt zo'n tak of zo. En die zat precies op de hoogte van mijn hoofd. Had ik niet gebukt, had ik waarschijnlijk of in het ziekenhuis gelegen of ik weet niet wat er dan gebeurd had geweest. En ik ben ook heel blij dat het niet is gebeurd. Want ik heb gelukkig op tijd gebukt. Als ik dat niet had gedaan, dat niet goed afgelopen zoals ik net al zei. Dora is dus zoals je net al hoorde heel enthousiast. En ze haalde ook elke keer een andere paard in wat dus niet mocht. Maar ik probeerde het terug te houden. Maar toen ze dus voorbij die paarden ging, en we waren zeg maar voorbij die tak, en we waren bijna voorbij de voorrijder. En dat kan dus echt niet, want haar krijg je dan echt niet meer terug als ze helemaal de voorrijder niet meer ziet. Dus ik dacht, shit, wat moet ik nu doen? Maar ik heb gelukkig Dora achter een andere pony kunnen sturen. Gewoon achter Ux, zo heette die pony. En die vond het niet zo heel leuk dat ik ineens heel dicht op zijn kont zat. Maar dat vond hij ook niet heel erg. Nou, ik heb het goed opgelost. Gelukkig. Maar ook tijdens de strandrit gebeurde er nog iets anders. Dora die ging namelijk... We waren op een soort van smal paadje aan het rijden. Met daar een soort van hellingen aan de zijkant. Dora die vond het een beetje te spannend. En toen we gingen draven. Dus nog geen galop draven. Toen begon ze al heel de tijd naar de zijkant te bokken en toen gleed ze bijna uit. En ik viel er bijna af. En als ik eraf had gevallen, had ik in die helling gevallen. Dus er moest tijdens de buitenritten, überhaupt in het algemeen, moest er wel gewoon een ervaren ruiter op Dora zitten. Gelukkig kon ik Dora goed aanpakken, anders dan had ik er waarschijnlijk niet op gemogen. En ik vond Dora helemaal geweldig, dus ik ben blij dat ik haar goed wil aanpakken. Maar ik vond het wel spannend, maar aan de ene kant ook weer leuk, omdat het... Het brengt toch weer het level van de buiten, dit brengt het nog wat meer omhoog. En ik vond het echt super leuk. Alleen ik was stiekem heel erg nerveus voor als we echt op het strand aankwamen. Want toen reden we nog in de duinen. Ze bokte echt super vaak. En toen we het strand op waren, we gingen eerst gewoon stappen. Rustig. Maar toen we gingen galopperen, toen deed Dora eigenlijk gewoon super braaf. Ze wist dat ik het spannend vond. Dus zij heeft eigenlijk toen niks misgedaan. Maar... Mijn teugel brak. En ik had geen rechter teugel. En we gingen naar rechts de duinen weer in. En we zaten in rijgalop. Paniek! Dus ik wist niet wat te doen. Ik bedoel, ik heb één teugel in mijn hand. In mijn linkerhand. En we moeten naar rechts. En Dora die gaat niet achter de kudde aan.
Nou, gelukkig deze dat wel een soort van. Ik laat nog wel even zien waar de teugel is gebroken met het slijgbaard. Want dat is handig. Nou, kijk. Dit is zeg maar het hoofdstel. Bedenk even dat ik dit ben. En dit is Dora. Lijkt het er niet op. Nou, kijk. De teugel die brak dus hier aan de zijkant. Dus echt hier ging die los. Hij brak ook niet echt. Maar hij ging gewoon uit het gespje op magische wijze. Dus ja, ik kon hem ook niet zelf meer pakken, die andere teugel. Want hij hing half... Ja, kijk, hij zat niet meer aan het bit vast. Dus als ik hem had... Ik had hem wel vast, zeg maar, die teugel. Maar ik kon er niks mee. Dus ik roep zo van... Mijn teugel is los, mijn teugel is los. Wat doet de voorrijder? Ze zegt, maakt niet uit, rijd maar gewoon verder. Maar wat zij dus verstond was, mijn beugel is los. En zij dacht echt van, ja, wat raak je nou in paniek? Je zit toch nog, weet je wel. Je kan toch gewoon verder rijden met één beugel, een klein stukje. Dus, toen was er een soort van splitsing. Het was een heel breed pad eigenlijk, met een hek door het midden. Dus het waren twee smalle paadjes. Een linkspad en een rechtspad. Dora gaat naar links. Ik zit op het linkspad, hun op het rechterpad. Ik zie hun, maar ik kan niet bij hun komen. Nou, wat ik doe is een keer om door mijn linkerteugel zeg maar te sturen, zodat ze omdraait op dat hele smalle paadje. Gelukkig lukt eruit. En ik kon dus net zo om het hek heen sturen dat ze toch in het rechterpad ging. Toen gingen hun stappen vormen, zodat ik ook ging stappen, zeg maar, zo ik erachter kon sturen. Maar hun waren rechts van mij en ik was links van hun, dus ik kon niet naar rechts sturen. Dus ik wil achter hun sturen, maar dat gaat niet, want ik heb maar één teugel. En Dora die zat niet meer in galop inmiddels, die zat in draf. En ik kon er niet stoppen met draven, dus wat doe ik? Ik ga gewoon een beetje aan mijn linkerteugel friemelen, zodat ze naar links gaat. En dat ze rondjes gaat draaien. En toen draaide ze rondjes en toen eindelijk ging ze in stap. En de voorrijder die had nog nooit zoiets meegemaakt dat gewoon de teugel los is gegaan op een strandrit. En dit was mijn eerste strandrit, dus dat was een hele ervaring. Nou, naderhand ging het gewoon goed met Dora. Dora had nergens last van op zich. Ze had wel kale plekjes op haar hoofd, dat zou ik nog even vertellen. Maar dat was niet door mij of door de gebeurtenis op het strand. Het was gewoon... Ze mocht geen halster, zeg maar, omhouden onder het hoofdstel wat ze normaal gesproken doen bij buitenritten. Omdat ze kale plekjes had. Niet echt hele relevante informatie voor jullie, maar ik denk, ik zeg het gewoon. Nou, ik heb ook een buitenrit een keer op Bicol gemaakt. Die ging gelukkig heel goed. Dus dat is een betere ervaring op het strand. We gingen 1 uur naar het strand rijden, 1 uur op het strand en 1 uur terug. Op het strand was het echt super leuk. We gingen door het water galopperen. Heel diep in het water. Dat mijn benen gewoon bijna in het water zaten. Mijn beugels die raakten het water. En het is dat Bicol groot is. Want er waren gewoon mensen die hun rijbroek was zeiknat. En dat was zo super leuk. Het was echt geweldig. Echt een leuke strand. Dat was het gewoon. We gingen ook tussen hele... kleine stenen, zeg maar. Een soort van parcoursachtig iets. Ja, was gewoon super leuk. Oh ja, en ik heb nog iets te vertellen over Dora. Want dat had ik nog niet verteld. Tijdens de bosrit. Dat was ik helemaal vergeten. Dus het gaat een beetje kriskras door elkaar. Maar ik denk dat dat prima te volgen is. Hoop ik. Nou, tijdens de bosrit gingen ze... was er zeg maar een boomstam. En als je wilde, mocht je eroverheen springen. Nou, ik wilde natuurlijk graag. De eerste keer ging het goed. Tweede keer ging Dora de hele tijd weigeren. En die vrouw zegt, gewoon, zeg maar, naar rechts sturen. Ik had toen wel mijn rechterteugel, dus ja. Dus ik stuur gewoon naar rechts, maar ze gaat gewoon naar links. Dus dat is echt... Dora is een beetje eigenwijze buitenrit, maar echt een super lief paard. En ik ga heel erg hopen, heel erg duimen dat ik volgend jaar ook op de zit met Monikamp. Want het is echt mijn beestje. Het is echt mijn beestje. Ik vind haar zo leuk. En dan was dit denk ik de video. Hij is misschien niet heel lang. Maar ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. Laat een duimpje omhoog achter. Maar voordat ik hem helemaal ga afsluiten. Komen hier nog de filmpjes van Ponykamp die ik een keer heb gemaakt. Hoi, wij zijn de Ponykamp. En het is nu al 7 uur van de eerste dag van
van de eerste dag maandag. We hebben het gegeten. En ik ben eigenlijk niet toen met rijden, maar misschien dat we nog beelden kunnen filmen. Ja, we gaan even kijken hoeveel beelden de kampleidingen hebben gefilmd. En we gaan nu even laten zien met dat park. Ik heb gereden. Goed, ik kan helaas niet. Want dat park staat bij pensioenpaarden en die mensen zien jullie niet dat er veel mensen daar zijn. Ja. Maar ik zit dus op Picasso en dat is een heel groot paard. Die is ook de grootste die mee is met Olifant. Dat vind ik wel heel leuk. En hij zuigt het echt enorm. En ik zit op Bora en die zit heel lekker. Dus daar gaan we nu heen. Bora. Bora is een Andalusier en is bruin. En zit heel lekker in de gras. Ja, en Dora is rond de 12 jaar. En wat heel grappig is, ik denk dat het zal in maat. Maar je ziet hier dat ze een dit plekje heeft. En hier is aan de andere kant precies op dezelfde plek. Dat is wel heel leuk. Dat waren dan de filmpjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zoals ik net al zei, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei!